veegt de boel nog even aan. Wat is een molen zonder koeien? Moet je nou toch eens zien. Ze leren maar aan te kijken. Geweldig. Een mooi landelijk gezicht. Oh, die haan die staat mooi zo hoor. Daar ligt de hennep. Het ruikt lekker. Bart heeft de vlag ook gehezen. Ja, leuk. Leuk. Voor het eerst stampt de 9 stampers. Ja, ik heb het. Ik voelde het bijna. Ah, nee. Nou, ik hoorde het en ik dacht het te voelen, maar misschien was het verbeelding. Nee, dat kan. Kwart over 11. Moeten wij er zijn. En ja. 80-jarige. Ja, allemaal en jazz. En dan uit de tijd van Peter Schilpoort en dat soort dingen. Moet ook weer altijd? Nee, nee. Maar vooral als het niet gaat regenen, als je dat zegt. Oké. Okay. Je moet er maar winnen. Ja, dat is goed. Ja, ja. 24. Precies, dat is die, ja. Ja, proefje is nog wel een beetje. Ja, ja, ja. Ja, heb je mij een vraag op de hand? Dan moet ik toch googelen. Stuurt, Daan. Enorm. Een goede naam. Hij is mooi, hè? Ja. Heeft u die geschilderd? Nee. De kortom. Oké, ja. Daan, ja. Hoi, hè? Hey, Ruud. Nu heeft u allemaal gemerkt dat er een kleine wijziging opgetreden is in het programma voor vandaag. Want in de uitnodiging stond eigenlijk iets anders. Nou, ik was namelijk op vakantie en ik zat rustig af te wassen samen met mijn vrouw. En toen werd ik ineens gebeld. En dat was een onbekend nummer. Normaal neem ik niet op vakantie, dan kan je werk natuurlijk wel zijn. Maar
Maar deze keer was er een stemmetje in mij die zei, dat moet ik toch even opnemen. Toen kreeg ik een meneer aan de telefoon, die stelde zich gewoon wat goed aan mij voor. En die zei, zo, dus u bent lekker op vakantie. En ik dacht, wie zal dit nu zijn? En toen op een bepaald moment ontstond er een ontzettend leuk gesprek. En kreeg ik te horen dat professor meester Pieter van Vollenhoven vandaag aanwezig zou zijn. Nogmaals hartelijk dank voor uw komst. Ik dicht bij mijn mond hangen, heb ik begrepen. Beste mensen, maar vooral natuurlijk onze gasten. Welkom in het leven. Zakelijk en privé zijn er soms bijzondere wendingen. Vandaag hou ik het bij het zakelijke. En zo mag ik pas 2 jaar voorzitter zijn van de stichting Zaanse Pakhuizen, professor meester Pieter van Vollenhoven, welkom heten. Het is een buitengewoon grote eer dat u vandaag in ons midden wilt zijn en onze herkloppen de pauw in gebruik stelt. Van harte welkom. Daarom, maar absoluut niet alleen daarom, heten we natuurlijk alle werkers en vrijwilligers vooral ook welkom die gewerkt hebben aan dit prachtige resultaat onder aanvoering van Bart Nieuwenhuis. Ze hebben het samen gemaakt. Bart kan het niet nalaten dat bij mij te benadrukken. En daarom jullie allen samen buitengewoon hartelijk welkom. Een fantastische prestatie, mannen. In mijn bijdrage begon ik met de wendingen van het leven. Na de restauratie van de molenschuur kwam een volgende wending op het pad van de stichting. En konden we als gevolg van de uitkomst van de mediation over de afvalberg tussen belangengroep Nauwena, afvalzorg, provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad een molen bouwen. Omdat daarvoor een groot bedrag was vrijgemaakt. En wij als stichting zouden nooit verder als een doofpot zijn gekomen. Voor die ons in de schoot geworpen mogelijkheid de pauw te bouwen, bedanken we zeker alle betrokkenen. Maar een extra dankaccent leg ik bij de belangengroep Nauwena, hier vertegenwoordigd door de heren Hans Lalk, Ewa Antonissen en Richard Vleer en anderen. Als ik kort door de bocht ben, als jullie geen aanbod hadden gemaakt, hadden wij geen molen gehad. Zou vandaag er anders uitgezien hebben. Zeker ook afvalzorg wil ik graag bedanken in hun rol en bijdrage in de voor ons zo mooie uitkomst van de mediation. De heer Krom is niet in ons midden de directeur, maar ik spreek hem graag. Ik heb het genoegen nu gehad een aantal jaren met hem te mogen samenwerken. Is een zeer kundig, betrokken en veelzijdige vrijwilliger met een zeer lange staat van dienst in de erfgoed in de Zaanstreek. Ron, ik geef je heel graag het woord. Dankjewel, Louis. Professor van Vollenhoven, burgemeester Hamming, dames en heren. Het gaat hier het boek niet alleen over de verandering van het uitzonderlijk lelijk eendje. In een trotse paal. Nee, de gerestaureerde molenschuur waar hij zich nu bevindt. Met de hennepklopmolen herbouwd met het achtkant van molen De Haan. Geeft ook toegang tot andere interessante over zijn tweede, zelfs derdehands achtkant uit de kop van Noord-Holland. Het is daarmee ook het verhaal van Molen De Haan, zijn geschiedenis. Die. Maar ook van zijn spectaculaire transport naar hier over de A7
over het IJsselmeer en de Zaan eind 2015. En van de laatste molenaarsfamilie van de Haan, de familie Verhoef, die zo betrokken bij hun molen is gebleven en die prachtig, dit prachtige door Arke Brinkman beschilderde haan op het paneel hierachter, u kunt het straks zien, heeft geschonken en als blijvend aandenken aan hun bevalling. Het laatste voorbeeld in Nederland, meer dan 100 jaar geleden is verdwenen. Dat juist een herpklopper nu het verhaal kan vertellen over de vroegere grootschalige zeildoekbranche, die in het bijzonder in Krommenie en Assendelft geconcentreerd was. Volgens een recente studie worden die zeildoekweverijbranche tot de allergrootste bedrijfstak in de EU. Het is voor mij nu een eer om u, professor van Volhoven, eerste exemplaar van het boek De Pauw, Hennepkloppen, veranderingen in de molenbestaan te overhandigen. Het tweede exemplaar bied ik graag aan professor Gausblom aan. Wat bijzonder dat dit 70 jaar na zijn geweldige onderzoek kon plaatsvinden. En het derde exemplaar bied ik burgemeester Jan Hamming aan, die bij zijn aantreden al blijk gaf veel belangstelling voor het Zaans erfgoed te hebben. Maar ook omdat Zaanstad een constructieve rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de molen. Vooral ook door het geschonken grote vertrouwen in onze stichting. Bedankt voor uw aandacht. Ja. En ik overhandig nu graag de boeken. We zijn ook voor de haan. Fantastisch. Ziet er fantastisch uit. Heel bedankt voor uw verhaal. Ik zal het even laten zien. Eerst even naar de professor Gausblom. U mag niet. Hartelijk bedankt dat je er bent. En u verdient echt een exemplaar. En burgemeester Rappel, dus hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid en betrokkenheid. Ja, fantastisch. Ja. Mag ik iets zeggen? Ja, natuurlijk. Meneer de burgemeester, meneer de voorzitter, meneer Van Meulen, komt daar op u terug, professor Damsjeli. Allereerst moet ik iets zeggen tegen meneer Van Meulen, want laten we maar eerlijk zijn, hij heeft me heel laat gezegd. Als ergens midden in augustus of in begin september ergens zou willen zijn. Dus wel een prachtige brieven met stroperige woorden. Zo van professor, we kunnen niet zonder u was. Dus ik heb hem eens arg listig opgebeld en dat was hij inderdaad. Afwassen. Ik noem geen namen, die krijg ik weer. Ik had ook geen idee wie ik te pakken zou krijgen. Stond wel een gezender, maar hij was aan het afwassen. Dus mijn eerste gedachte was eigenlijk gewoon ordinair dat hij de hotelrekening niet had. Dat hij daar in de keuken met de afwas bezig was. Maar nu, het was voor hem helemaal geen vakantie. Dit was een verplichting van zijn vrouw. We hebben het absoluut een leuk gesprek gehad en u hebben te danken dat ik hier ben. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een eer. Ik vind het absoluut een eer om hier aanwezig te zijn. En ik zie u al denken, God, wat jammer dat u dat toch zegt. Zo'n beleefde oude man, dat zegt u natuurlijk altijd. Ik vind het een eer om hier te zijn. En weinig origineel, jammer toch. Waarom vraagt de Van Meulen, zo'n oude professor, waarom niet iemand van onze generatie, jongeman? Dit is toch zonde voor de tijd. Maar goed, de stemming zit er hier goed in. Maar ik neem die eer oprecht. Want als je van monumenten houdt, nou, dan is dit echt een hele bijzondere dag. De grote schrijver heeft dat al gezegd, want als je kijkt naar het vertrekpunt, en je ziet dan dit, nou, dan praat je iets over iets meer dan restaureren en herbouwen. Het is echt bijzonder. En dat vind ik nou het aardige. Als je van monumenten houdt, dat je ziet dat hier wat particulieren hier voor elkaar hebben gestoken. Gebaseerd op uw inspirerende verhaal in 1948... En dat er dan toch 70 jaar later
met ontzettend veel energie eigenlijk dat dit het resultaat is. En dat vind ik, om dat vandaag dan te mogen openen, ja, dat vind ik dan echt een eer op precies gisteren de Open Monumentendagen zijn geopend en dit weekend zijn de Open Monumentendagen. Dan vind ik het, dat heeft mij altijd bij die monumentenwereld altijd zo geboeid, deze particuliere initiatieven, want mijn vak was veiligheid. En daar heb ik lang in gezeten. Maar in de veiligheid, moet ik eerlijk zeggen, ook die strijd voor het onafhankelijk onderzoek was altijd ruzie en debatten en niemand zit op de waarheid op te wachten. Dat was 22 jaar strijd. En te midden van die strijd ben ik totaal onverwachts in de tijd door de minister gevraagd of ik voorzitter wilde worden van het Nationaal Restauratiefonds. Nou, dat ging eigenlijk, de taak van het restauratiefonds was om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de nog beschikbare subsidiegelden waar de overheid 15 jaar had bezuinigd op de monumenten. Nou, de ambtenaar, ik wist niks van monumenten en ik wist ook niets van financiën. Die vonden mijn benoeming een historische vergissing en dat was het ook. Goed, de enige binding met het monument was dat ik op Parijs het Loo monument. Dat is toch verschrikkelijk. Maar het gekke is, wat niemand had gedacht, ik eerlijk gezegd ook niet, ben zo enthousiast geworden over die monumentendeal en met name over dat particulier initiatief wat hier weer vandaag wordt tentoongesteld. Dat is in kenmerkende eigenschap van de monumenten. Want als je in Nederland praat over behoud van monumenten, heb dat totaal aan particulier te danken. De overheid is pas heel laat begonnen met de eerste monumentenwet, stapte in 1961. Dat was de eerste bemoeienis van de overheid. Dus dat hebben eigenlijk alle lijsten van wat je moet behouden en de moeite daarvoor, dat inderdaad, dat hebben we een particulier te danken. Ik ben zo enthousiast geworden dat ik 27 jaar voorzitter ben geweest voor het Nationaal Restauratiefonds. Dus wat betreft job rotation was daar geen sprake van. Maar ik was echt enthousiast. En ik vind het ook aardig dat, want wat is het grootste probleem dat de minister gevraagd heeft, om vastgelopen herbestemming vlot te trekken. Want dat is het probleem met monumenten. Een paleis is ook nooit gebouwd om een museum te worden. En een kerk ook nooit gebouwd om een hotel te worden. Dus het zijn altijd hele grote spanningen tussen de vorige eigenaar en de nieuwe bestemming. En dan vind ik het hier ook weer fantastisch opgelost. Dus ik ben echt reus enthousiast bij deze dag. Zo, dat vlak voor de opening van de Open Monumentendag. Echt hartverwarmend. En ik moet zeggen, gezellige professor. Nou, ik moet zeggen, mijn jongere collega die daar zit. Nou, ik vind het leuk dat u dat eigenlijk ook weer getuige bent, dat u dat grote bevlogenheid, dat artikel heeft geschreven over die hennepoppers eigenlijk, en dat nu dan 70 jaar later, het kost veel tijd het leven. Dus, ja, je hebt doorzettingsvermogen maar nodig, maar dat je dan 70 jaar hier getuige wel kan zeggen van wat u in de tijd heeft geschreven, dat dat gerealiseerd is. En tot slot, ik ben natuurlijk opgevoed thuis in de zeilmakerij. Hè? Zo was het, dus dat vind ik ook het gekste. Dus dat, ja, nu waren dekleden en zeilmakerij, nu zijn er wel containers geworden, maar vroeger was de zeilmakerij natuurlijk toch wel heel belangrijk. Maar goed, dan vind ik het ook een feest om hier te zijn, omdat de roots hier liggen in de echte zeilmakerij. Maar goed, ik vind het een feest om hier te zijn. En ik geef graag dit ding weer over aan de volgende spreker. En wie zal dat zijn? Professor Houseman. Ja. Als ik iets al nodig heb voor de afwas, ben ik dan weer. Hoe gaat het niet? Oh ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik heb daarom een verslag gedaan in een reeks van 6 artikelen van het Tweede Historisch Romanblad De Zamenhof. De bloeitijd van de hennepoppers bleek te zijn geweest tussen het begin van de 17e tot het einde van de 19e. Meneer Volhoven, ja, hartelijk dank voor uw fantastische bijdrage. Uw reactie naar Echo, hij verdient het inderdaad echt hartstikke top. En ook uw woorden en zometeen. Uw job zit er nog niet op. Gaan we ook de molen in, zult u hem zien en u gaat hem in werking stellen. Maar voordat we dat doen, ik heb daar met mevrouw Eerkes even
overlegd, hebben we ook nog even een klein ander intermezzootje. En ik geef even het woord aan de heer Pauw. In de Zaanstreek goed bekend. En de heer Pauw zal een paar woorden richten tot iemand. Ruud. Dat ben jij. Ik wel. Bezoek hoor. Ja, beste mensen, allereerst wil ik het bestuur van de stichting danken dat ik hier ook even kort het woord mag voeren. En daarmee stil te staan bij de rol die Bart heeft gespeeld bij de totstandkoming. Hier zit hij, voor wie hem nog niet kent. Geef het gelijk maar aan. Ik hou hem in de gaten. De rol die Bart heeft gespeeld bij de totstandkoming van Oliemolen de Pauw. En het is geheel te danken aan zijn inzet en enthousiasme dat we hier nu bij elkaar zijn om deze grote aanwinst voor de Zaanstreek te aanschouwen. Want zegt u nou zelf, hoe vaak wordt de traditionele windmolen weer in oude luister hersteld? Een zeldzaamheid, maar ik weet zeker, als het aan Bart legt, gebeurt het ieder jaar. We weten alle, en de foto's, u hebt ze net gezien, in ieder geval die ene foto van hoe het ooit was 10 jaar geleden. Die getuigt hier ook van hoe de molenschuur eruit zag toen de interesse, Bart, bij jou werd gewekt om van deze schuur iets moois te maken. Eigenlijk was hier rijp voor de sloop, maar daar was in jouw visie absoluut geen plaats voor. Je wist vele vrijwilligers te enthousiasmeren om mee te helpen de boel op te ruimen en je kreeg zelfs de toenmalige wethouder monumenten, Jeroen Olthof, zover het stadhuis achter zich te laten om mee te helpen. En samen met je vaste ploeg van Giel, Sam, Tom en Paul werd er wat afgetimmerd. En uiteraard ook nog ontzettend goed ondersteund door alle vrijwilligers. En langzamerhand zagen de vele zaankanters die hun nieuwsgierigheid maar moeilijk konden bedwingen een molenschuur herrijzen en ontstond bij jou het idee om dan ook maar gelijk een molen eraan vast te plakken. En ook dat lukte dus. Maar er is meer dan alleen de rol die je hebt gespeeld bij het realiseren van dit project. Al vele jaren stort jij je met veel enthousiasme op projecten die leiden tot behoud van het historisch Zaans erfgoed. Ik noem maar het redden van het enorme pakhuis De Boterton, de strijd voor behoud van de pakhuizen Schepel, Maas en Waal, het lobbyen om de Zundijker kerk te behouden. Dat is nog wel een mooi verhaal, want we gingen met zo'n hele lange vlaggenmars gingen op een gegeven moment die toren in. En dan zouden we die wel, als een soort actie was dat, zouden we die zo naar buiten hangen. Maar we hadden zo'n lange vlaggenmars meegenomen, die toren die was zo smal, dat we hem helemaal niet zo naar buiten konden doorsteken. Dus we gingen in onverrichte zaak weer terug naar beneden. En dan nog al die verbouwingen, restauraties en demontages van die prachtige Zaanse panden waarmee jij een hele belangrijke bijdrage hebt geleverd aan de schoonheid van de Zaanstreek. Veel te laat, maar daarom nog veel meer met waardering is het mij genoegen jouw inzet te waarderen in het uitreiken van de Dames Schijfprijs. Een prijs die al zo'n 30 jaar door de Zaanstreek circuleert en ooit bedacht is door oude Dirk Versteeg, schipper en dichter aan de Zaan. Oude Dirk is al jaren dood. Maar zijn prijs leeft voort en is bedoeld voor al die zaankanters die zich op de een of andere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor hun streek. Die hun hoofd boven het maaiveld uitsteken en die doorzetten waar anderen afhaken. Die een bijdrage leveren aan de Zaanse cultuur en identiteit. Die prijs, Bart, is jou van harte gegund. Maar wie was die dameschijf nu eigenlijk, dat ome Dirk het een inspiratiebron vond voor bijzondere prestaties. Dames Schijf leefde in de 18e eeuw en was een kruidenier aan de westzijde te Zaandam, toen de tijd nog de Molenbuurt genoemd, hè, herenvisser. In 1737 verkocht hij zijn huis, zeilen hebben en houden, en legde zich toen toe op het doen van uitvinding. Met veel poeha kondigde hij in 1743 aan een schip te hebben uitgevonden
dat zonder zeilen zich kon voortbewegen. Een schip dat was bedoeld om in een uur van Zaandam naar Alkmaar te varen. Er was door notabelen in geïnvesteerd en er werden veel weddenschappen op afgesloten. En op 20 juni van dat jaar om 11:30 begon de proefvaart van het schip dat de naam Volg Mij had gekregen. Onder het toeziend oog van die hoogwaardigheidsbekleders een enorme publieke belangstelling. En vrij snel daarna maakte het schip water en kwamen 5 paarden aan de oppervlakte. 1 paard had het helaas niet overleefd, die was verdronken. Hoongelach was Daams schijfdeel. Vrij spoedig daarna vertrok hij uit de Zaanstreek om nooit meer weer te keren. Maar waarom noemde Daams schijfschip nu eigenlijk de Volg Mij? Bedoelde hij dat in de betekenis onderneem iets? Ook als het succes niet van tevoren vaststaat. We zullen het nooit weten. En duidelijk is wel dat het in 1743 een ludieke prestatie van de eerste orde was daar aan de boorden van de Zaan. En dat is de reden dat de naam Daar Schijf nog steeds voortleeft in de geschiedenis. Ik verzoek Bart naar voren te komen. Nou, hij zit al bijna vooraan, maar hij moet wel dichter bij me komen. Want bij die Daar Schijfprijs hoort niet alleen een medaille, maar ook een oorkonde. Dus die ga ik hem nu overhandigen. Ik ben natuurlijk zenuwachtig, kijk, dat zag je weer niet al. Wij wilden dat werken. Ja, Bart. Jee, je kan er niet omheen, Ruud. Moet je omhangen, hè? En dan is er ook nog een oorkonde, zoals ik al zei, die erbij hoort. Die heeft natuurlijk op Zaans geschept papier van Molen de Schoolmeester. Nou ja, hier staat het allemaal op. En degene die de Daams Schijfprijs dus ooit gekregen heeft, en dat geldt dus ook voor Bart, die mag hem dus op soortgelijke wijze weer aan iemand anders geven, waarvan hij vindt dat hij ook een unieke prestatie voor de Zaanstreek heeft geleverd. Graag nogmaals een applaus voor Bart. Ja, ik was hier voor de aanvang van de bijeenkomst al een gesprek over wat voor kwartiertjes hebben. Nu was er een Zaans kwartiertje. Maar dit was klein, maar het was wel echt een Zaans kwartiertje. Dus we hebben Ruud Pauw graag de gelegenheid geboden om die Daams Schijfprijs aan zijn vriend ook Bart Nieuwenhuis. Als bestuur ontvingen wij van onze Zaanse molen zustervereniging vanmorgen een cadeau, een prachtig boek, wat voor de maalploeg beschikbaar is. En op Max zal nog een rol spelen bij het openen van de molen zometeen en ook als molenaar nog actief zijn. Ruud, jij hebt voor ons een prachtig vraagstuk opgelost. Namelijk, wat moeten we nou, wat die prestatie heeft geleverd, doen voor Bart? En normaal zou je dan wat geven. En dan, zijn vrouw zit ernaast en die geeft je dan een bos bloemen. Nou, dat doen wij dus niet. Jij Bart al een oorkonde gegeven en een medaille. Dus wat wij namens het bestuur, en wat ik namens het bestuur van de Stichting Zaanse Pakhuizen mag geven, dat geef ik aan de vrouw, aan Roos. En Echo heeft ervoor gezorgd dat hij je beter kent wat hij denkt en we denken dat jullie leuk zouden vinden. En dat is een trip naar Engeland waar jullie hobby om allemaal oude, hoe heet het, naar de Great Dorset Stream Fair, dus stoomlaten. Dat jullie daar met elkaar en met de kinderen samen dus, hè Bart, ook weer samen, dat jullie daar naartoe mogen. Ik geef hem aan jou. Ja.
Ik geef de microfoon aan Echo, want nu gaan wij met meneer Van Holhoven en het gevolg gaan wij door deze deur naar de molen en gaan we weer gebruik stellen. Ja. Ja. Je hebt ook nog het hinder kunnen bemachtigen. Ik heb een feestje. Die zijn ontzettend geschikt voor zeilen. Je hebt een cartoon en dergelijke is eigenlijk veel minder interessant. Omdat het milieuvriendelijk gezien is dit veel beter product. En het is minder, zeg maar, bederven. Vertel nou eens even, waar kwam het origineel voor? Origineel is er, groeide het veelal in de krimpende waard. Nee, maar gewoon, is het altijd een herfst? Ja hoor, het is een inlandse plant. Ja. En waarom is die verdwenen? Nou, omdat die naar de bijsmaak bij zit van de rook. Ook dat is het. Ja. Oh, is het moeilijker te zien welke rookvriendelijk is? Ja. Nou, het is de mannelijke en de vrouwelijke plant. De mannelijke plant. Kun je roken? Maar goed, als je iets op deur staat, dan heb je dat 2000 hectare. Ja, als je hoort van wat de betekenis is, en je denkt dat duurzaam product zit, dan heb je echt belangstelling voor. Alleen moet je heel goed bekijken hoe je het in de hand houdt. Ja, we zijn ook heel erg bezig met de strijd tegen die. Ja, de criminaliteit. Dus er werd hier ook toestemming gevraagd bij de gemeente over de hennepklopperij. Dat was even paniek van hele tegenstander. Ik want ze hebben niks te verliezen. Ze willen geld. Dat lijkt op een kat. Zullen wij. Bart. Ja, Bart. Ik heb het wel uit. Nou, gezellig. Bart, jij geeft instructies. Ik heb geen idee. Pas op voor de. Ja, ik blijf ook zorgen dat ik niet overboord ga. Kom maar. Ja, het draaien. Erin halen, ja. Ja. Dan trekken we hem een stuk naar beneden. Dan lopen we een stukje naar beneden. Kijk, dan lopen we een stukje naar beneden. Dat was het. Dank u wel. Ik vind het een eer dat u komt. Ik laat hem even kloppen. Hartelijk gefeliciteerd. Mooi. Ja, dank u wel. Zeer bedankt voor de mooie woorden. Nou, en leuk voor het vertrouwen wat we heeft gegeven in de jeugd met hun plannen. Ja. U had kunnen zeggen, dat doen we niet. Leuk is dit toch? Wat is dat toch? Ja, het is co-productie eigenlijk, maar daar begint het bij jullie. Zeer duurzaam gebouw, geen product. Nou, kijk. En daar gaat 300 jaar mee? Kijk, wat heeft die toen op handel? Nou ja, wat ik zo aardig vind, al waar Bart nu toch de smaak te pakken. Ik vind het zoveel mooier dan die witte. Ja. Dus als we nou proberen dat we net zo hernaamde energie kunnen krijgen, dit soort mogelijk zijn. Ja, dat zou ik dan pas tijden toch. Als je daar nog eens een fonds voor zou kunnen die maatschappelijk aanvaarden, dan dit zit er zo in. Maar ze zien ze vroeger deze wereld net op 3000. Mooi, ik denk dat daar pakt zelfs over. Ja, dat is mooi. Ja, denk ik. Zo. Ja, ik vind het goed, maar laatst was ik ook voor het initiatief van de nieuwe molen.
landen die boerenland ontwikkelt. En die dit niet zo uitzetten, die ontzettend veel energie komen. Ja, ja. Dus je moet toch nog eens goed in het vak kijken. Je kunt er energie mee opwekken, maar het is beperkt. Het is niet in vergelijking met een grote. Ja, voorlopig. Ja. Maar je moet het in gedachten houden. Ja. Ja. Gaan we er een doen met het open? Ja. Dus dat is even een feest. Gisteren voor het eerst. Ja. Maar het is nou verleden.